Een nieuwe zaak. Iedere winter staat hij er. Deze oliebollenkraam aan de Amsterdamse Straatweg in Utrecht. Die kraam wordt gerund door een echtpaar dat er al zo'n 25 jaar werkt. Meneer Landshagen van de politie in Utrecht vertelt wat hen is overkomen. Op woensdagavond 10 november heeft dit echtpaar na een dag oliebollenbakken rond 6:15 hun kraam afgesloten. Vanaf de kraam aan de Amsterdamse Straatweg zijn ze daarna zoals altijd naar hun auto gelopen. De auto stond vlakbij op het Van Beuningenplein. En op het moment dat ze hun auto wilden instappen, sprongen er twee jonge donkergetinte mannen uit de bosjes. Toen de twee op haar man afvlogen, zag de vrouw direct dat het mis was. En direct daarop is een gevecht ontstaan. Die aanval op de twee ondernemers, die staat op beeld. Aan de lichten zie je dat de slachtoffers met de afstandsbediening hun deur alvast openklikken voordat ze zelf bij de auto staan. Als ze zo aankomen, worden ze van achter opeens besprongen. De vrouw hoort dat de twee straatrovers het over haar man hebben. Die verzet zich hevig, op zijn 68ste dus, tegen twee jonge mannen. Als een 58-jarige vrouw probeert om hem te helpen, wordt een pistool op haar hoofd gericht. Gelukkig geven de straatrovers het op. We horen zo de slachtoffers alarm slaan. Er is niet geschoten, maar ze zijn wel allebei gewond geraakt, omdat de daders tijdens hun aanval ook iets bijtends in hun ogen hebben gespoten. Nou, we hebben al enkele getuigen gesproken, maar hopen dat er meer mensen zijn die de twee overvallers hebben gezien rond het Van Beuningenplein. We weten dat ze daar die woensdag rond 5:05 al stonden. En het lijkt er dus op alsof ze bewust deze slachtoffers stonden op te wachten. Daarnaast hebben we nog meer beelden van de daders op hun vlucht. En daar zijn ze net iets beter te zien. Kijk maar mee. Nadat ze vluchten van het Van Beuningenplein naar Utrecht, rennen ze via de Mariendaalstraat richting het Van Oppenheimplein. De ene draagt dus een opvallende rode hoodie, de ander een zwarte. Hier nog een keer. Het gaat dus om een mislukte beroving, maar wel met daders met een pistool en mogelijk pepperspray. En veel geweld dus daar, maar geen buit. Misschien wilden ze het echtpaar van de dagopbrengst beroven. Maar tegenwoordig wordt er ook bij een oliebollenkraam vooral gepind. Dus het gaat sowieso om een klein bedrag. Wie zijn dit? Het gaat om twee jonge, donkergetinte daders. Vrij lang en slank, met een smal gezicht. Vermoedt u wie deze twee mannen zijn of heeft u iets gezien? Tippen kan via onze site of door te bellen. Dat kan ook trouwens volledig anoniem bij M. Of vertrouwd bij het TNI.